Waar zusterbedrijf Jalema stopt, gaat I4C uit Reuver verder. Het bedrijf verzorgt het digitaliseren en opslaan van archieven voor bedrijven en instellingen. Ons bedrijf bestaat omdat er in de markt nog een hele grote hoeveelheid papieren informatie aanwezig is. Deze papieren informatie omvat vaak heel waardevolle gegevens die digitaal beschikbaar gesteld moeten worden voor organisaties. Denk aan de gezondheidszorg, de bancaire wereld, de assurantiewereld. De vraag is, hoe maak ik dat nou digitaal beschikbaar aan de gebruikers binnen mijn organisatie? Dat doen we hier. Vanuit het archief zijn de dossiers via de voorbereiding naar de scanstraat gekomen. En vanuit hier wordt in hoog tempo de informatie van papier digitaal omgezet. En het leuke van deze oplossing is dat datgene wat digitaal gemaakt wordt, niet alleen hier meteen op een beeldscherm verschijnt, maar ook voor onze klanten meteen toegankelijk is. Waardoor er een enorme besparing ontstaat rond distributie van informatie. Maar aan de andere kant het ruimteprobleem meteen opgelost is. Wat voor de klant een hele grote besparing is. De kwaliteit en de tijdigheid van de informatie is optimaal gegarandeerd. En mensen hebben op meerdere plekken gelijktijdig toegang tot die informatie. En het gaat goed met I4C. Op dit moment worden de kantoren uitgebreid, net als de archieven, waar de opslagcapaciteit van 40 naar 80 strekkende kilometer zal gaan. Ook krijgt de jonge onderneming steeds meer werknemers. Maar wanneer zal er geen werk meer zijn voor het Reuverse bedrijf? Op enig moment zullen we klaar zijn. Alleen er zit zo ontzettend veel papier nog in deze economie, dat wij denken dat we de komende 10 jaar nog bezig zullen zijn met transitie. En niet alleen op deze manier bouwt I4C aan de toekomst, maar op deze manier bouwen we ook aan de toekomst van onze klanten, omdat door digitale toegankelijkheid er een enorme verbeterslag te maken is.